en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de ene rechter. Nou, het is donderdag. Nou, normaal had ik vrij geweest, maar ja, de vijf durende werkdag, werkweek, de vijf durende werkweek is weer begonnen helaas. De vakantiedagen erop, die ik op moest maken. Natuurlijk heb ik nog wel dagen over. Maar het is voorlopig weer gewoon weer vijf dagen werken. Dus ik ben niet vrij en ik moet morgen nog één dag en dan heb ik ook weer weekend. Nou, het weekend ga ik dus naar de Efteling met Kevin. Een zaterdag, een zondag ga ik op visite bij mijn zus en mijn zwager. En gaan we naar een park, Mini Mundi, of weet ik hoe het heet. Ik ga in ieder geval, zal ik mijn camera meenemen. Misschien komt er nog wat leuks. Misschien is het nog wel leuk om te filmen. Dus dan gaan we wel even kijken. En als het leuk is, dan ga ik er in ieder geval een vlog van maken. Ja, het is nog steeds bloedje heet. Deze maand zou het als het goed is niet meer gaan regenen. Zou deze maand nog allemaal hetzelfde blijven. Dus ja, we gaan het wel zien hoe lang het warme weer blijft aanhouden. Maar het is echt bloedje en bloedje heet is het momenteel. En voorlopig dus nog geen veranderingen in het weer. Voorlopig blijven we deze hitte nog wel even aanhouden. Nou, vandaag weer gewerkt. Morgen weer voor de derde keer naar het Benissengebied. Wel ontzettend leuk werk om te doen. Ik had er al eerst, vroeger had ik altijd een probleem mee, vond ik het helemaal niks. Maar hoe vaker ik het doe, hoe leuker ik het eigenlijk ga vinden. Ik ga het eigenlijk best wel leuk vinden. Prachtige omgeving natuurlijk. Dus het is wel ontzettend mooi hoor. Het is wel ontzettend leuk om te zien. Mooie omgeving om te zien. En het is allemaal wel leuk allemaal. Nou, ik wil misschien denk ik vanavond wel weer even een livestream gaan doen. Dus misschien wel even leuk. Dus ik denk dat ik vanavond weer ga livestreamen. En voor de rest heb ik nog niet echt, heb ik niet echt veel dingen meer meegemaakt. Zit even weer twee dagen tussen de vlog. Ik heb weer even wat minder te vertellen. Dus als er dan weer even een aantal dingen zijn, dan post ik het gewoon weer. En het enige wat ik toch kan zeggen is zaterdag natuurlijk naar de Efteling. Jullie weten het. Maar dan is ook, morgen is al eigenlijk al, maar morgen ben ik er niet. Ik ga zaterdag het 9 Pleinenfestijn gaat weer beginnen in de Efteling. En ik ga er dus zaterdag heen. Ik ben echt reuze benieuwd hoe het 9 Pleinenfestijn is. Ik heb het nog nooit zelf meegemaakt. Schijnt heel erg leuk en gezellig te wezen. Dus ja, we gaan zaterdagavond gaan we het wel meemaken wat het gaat worden. Het schijnt live muziek te wezen met Jurgen. En het schijnt altijd wel heel erg gezellig te zijn. Ramon zou dus ook meegaan, maar dat gaat dus niet door, want die had al een afspraakje. Maar in ieder geval heb ik er voor zaterdag heb ik er in ieder geval reuze zin in. En we gaan het wel zien, jongens. We gaan het wel zien. Het is ik ben even lekker naar buiten gegaan. Het is echt wel ontzettend lekker weer. Het is eigenlijk is het gewoon zonde om binnen te zitten. Nou, je moet gewoon eigenlijk nou gewoon naar buiten gaan. Het is gewoon hartstikke lekker. Prachtig weer. Waarom zou je eigenlijk... ik ben natuurlijk al de hele dag buiten vanwege de vanwege mijn werk. Maar in vrije tijd is het eigenlijk ook wel lekker om even buiten te zijn. Lekker even, ik zit lekker even in de tuin. Zit ik nu eventjes. Dit is mijn tuintje. Ik weet niet, ik heb al eens een paar keer het gefilmd. Maar dit is dus mijn tuintje. Er zit een mooi struikje in. Hele mooie plantjes. Ik heb eigenlijk een hele mooie tuin eigenlijk. Eigenlijk zonde dat ik dit niet vaak film. Want het is echt een prachtige tuin. Er zitten echt hele mooie bloemen. Hier in mijn poort. En het is eigenlijk wel zonde eigenlijk. Ik heb al een keer een roomtour gedaan. Maar het is eigenlijk ook wel eens een keertje leuk om mijn tuin te laten zien. Nou, dit is niet minder leuk. Hierachter zit een gemeenteplantsoentje. Maar dat wordt nooit bijgehouden. Ze hebben altijd zoiets van, laat het maar lekker lang groeien. Maar dadelijk dan groeit het hier tot aan, worden dat ook net zo hoge bomen als dat. Dus het is eigenlijk wel een beetje, als achterstallig onderhoud. Gemeente Nissewaard
vind ik nou niet echt, ja. In de benis houden ze alles netjes bij. Dat doe ik natuurlijk, samen met mijn collega's. Maar in Spijkenisse ja, loopt de groenvoorziening nog wel een klein beetje achter. Het wordt heel erg slecht onderhouden, vind ik. En hierachter, achter deze schutting, hebben wij een brandpad. En dat moeten we ook gewoon zelf bijhouden. Ik heb het een paar maanden geleden heb ik dat gedaan. En ja, als ik dat niet doe, dan is er gewoon geen brandpad meer. Want het is gewoon, ja, er wordt gewoon echt, er wordt haast niet onderhouden. In ieder geval heel slecht. Maar het is eigenlijk wel lekker hier in de tuin, jongens. Heerlijk. Kijk eens, zonnetje erbij. Heerlijk eigenlijk zo, hè. Eigenlijk zonder dat ik altijd als ik thuis kom weer gelijk ja, achter mijn computer duik en weer binnen ben. Want lekker in de tuin nou is ook geen straf. Nou, ik heb hier nog een beetje schoffeltjes, een harkie en zo. Om de boel lekker op te ruimen. Ik heb nog een klein schoffeltje, heb ik ooit eens een keer van mijn collega gehad. Ik heb een harkje. En er staat momenteel nog niet echt veel onkruid in. Ik moet ook wel eens een keertje af en toe even een klein stukje schoffelen. Maar dat doe ik op mijn werk ook. Maar dit is nogal, ja, het zijn maar twee perkjes. Dus ik vind het niet zo erg om dit te schoffelen. Het is eigenlijk zo klaar. Als je even de stel aan gaat beginnen, dan is het eigenlijk zo klaar. Deze vind ik ook heel erg mooi, deze. Deze was, die zit in een touwtje, die heb ik vastgebonden. Tijdens een beetje aan het wild groeien. Nou was van de week was mijn touwtje losgesprongen. Dus ik heb weer even een nieuw, even alle bloemen een beetje bijgebonden. Nou en deze is ook wel, deze twee zijn eigenlijk mijn grote favorieten. Of eigenlijk drie. Die, deze, die vind ik ook wel schitterend. En dan heb ik nog een hele mooie en dat is deze. Die vind ik ook wel ontzettend mooi. En daaronder heb ik dan nog van die mooie blauwe plantjes. Dat vind ik ook wel ontzettend leuk. En deze struik vind ik ook wel grandioos. Dat is ook heel erg mooi. Dus ja, ik heb echt een hele mooie tuin. Dadelijk zonde dat ik er zo weinig gebruik van maak van mijn tuin. Want ik heb echt een hele mooie tuin. Ik heb ook heel mooi, mooie loonsbank heb ik. Maar ik doe er zo weinig mee. Het is eigenlijk veel zonde. Ik ga het, denk ik, toch binnenkort eens wat vaker lekker buiten zitten. Want het is gewoon zonde. Ik heb zulke mooie spullen, zo'n mooie tuin, zulke mooie spullen. En ik doe er gewoon helemaal geen ene ruk mee. Hier heb ik nog een zo'n dingetje waar ik dan lekker een vuurtje kan maken. Dus ja, het is eigenlijk dood en dood zonde eigenlijk, jongens. Dat ik er niks mee doe, hè. Vuurkorf, dat was het, een vuurkorf. Dus ja, het is eigenlijk zonde. Nou, hier is mijn voorraam. En hier zie ik een heel klein zwart ondeugend poesje. Boquito. Dat vind ik altijd zo leuk. Als ik in de tuin ben, zit hij lekker binnen voor zijn mandje, in zijn mandje, voor het raam. En dan zit hij altijd naar me te mouwen. Van, hey, kom eens naar binnen toe. Nee, ga ik lekker niet doen. Ik zit lekker buiten. Dus vandaar. Nou, ik ga hem weer even neerleggen. Ik ga zo even op je eten. En dan spreek je er allemaal dadelijk weer. Hè? Gaat allemaal wel goed komen. Even mijn hoofd, want anders zit mijn hoofd tussen de gordijnen. Dus ik ga hem even neerleggen. Oh, ik ga hem even neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels avond. En de vlog gaat inderdaad veranderen, Kevin. De vlog gaat, wordt inderdaad weer nachtdienst. Wordt weer nachtdienst. Want ik ben de Efteling vlog van de winter Efteling vlog van mijn verjaardag heb ik bewerkt en die ga ik dadelijk op It's Utrecht Theme Park zetten samen met de On Rides. En ja, dat duurt eventjes weer, dus ik kan nog heel eventjes filmen nu, want ja, er gaat nog wel aardig wat werk in zitten om de hele film ja, te renderen en zo. Dus er gaat nog een hoop werk in zitten. Nou, ik heb net een livestream gedaan. En
Kilana was de gast. Was hartstikke gezellig. Bedankt Kilana voor de leuke livestream. Ja jongens, dit was even eenmalig. Hè? Dit is niet dat ik dit elke keer bij iedereen doe. Kilana is een vaste kijker van mij. En ja, het is gewoon even leuk. Gewoon even een keertje. Ja, dit is gewoon even eenmalig. En omdat ze vast mijn kanaal bezoekt, vond ik het wel leuk om het even een keertje te doen. Dus ga niet iedereen, iedereen tegelijkertijd van, jongens, hup, dit, dat, zo, zo, zo. Het is gewoon even eenmalig. En ja, daarom dus. Vandaar. Ik moet ook even oppassen, want ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar, dus dit was gewoon even een eenmalige, ja, een eenmalig livestream. En volgende keer ben ik gewoon weer met Kevin en met Ramonski. Nou, ik heb alles nog steeds openstaan. Alleen de deur is dicht, maar de raam heb ik nog steeds even opengezet. Want het is echt, het is echt enorm warm nog. Dus het kan er eventjes een beetje, kan er nog een beetje wat frisse lucht van buiten. Want het is echt, het is bloedje heet. Het is echt ontzettend warm. Ik ga nog even lekker naar buiten, denk ik even. Oh, Bokito die was daar. Het wordt inmiddels donker. Oeh. Zo, ik ga nog even lekker buiten staan. En ga ik buiten nog even een stuk van de vlog opnemen. Ik zal eventjes, moet ik wel even het licht aan doen, anders zien jullie helemaal niet meer. Dus, waar blijft hij nou? Kom op, gaat erheen. Nee, dat is het water. Ik heb altijd twee stekkers en dan pak ik altijd de verkeerde. Als ik het waterornament aan wil hebben, doe ik het licht aan. En als ik het licht aan wil doen, gaat mijn waterornament om. Maar ik ga even de deur open gooien. Het is echt benauwd. Hoe is het buiten eigenlijk? Want ik wil even kijken hoe het buiten is. Oef, zo, dat is een stuk lekkerder zeg. Kan ik niet gewoon hier mijn bed neerzetten of zo, want dit is wel een stuk lekkerder. Zo, ik ga lekker even zo zitten. En nou, dit is, ik ben nou even lekker even buiten. Heerlijk zeg. Even een beetje frisse lucht. Want ja, het is best wel warm, het is best wel benauwd. Want buiten is nou lekker. Het is donker, dus de zon is natuurlijk weg. Dus het is heerlijk aan het afkoelen. Dus vandaag. Nou, ik heb jullie al in de livestream-chat al verteld dat de video's, vlogs op It's All Tracks van de Efteling gewoon doorgaan. Alleen zijn die maar 10 minuten. En als je echt een volledige reportage wil kijken, moet je naar It's All Tracks Theme Park. It's All Tracks Theme Park kan je dus ook op abonneren. Dus doe dat eventjes. Abonneer, zeker te weten, ook op It's All Tracks Theme Park voor je lange Efteling of pretpark vlogs. Nou is lekker man, is heerlijk zo. Even lekker even een beetje uitwaaien, want het is echt zo warm. Ik heb het zo heet. Ik ga kapot van de hitte hier, oh. Ik ga gewoon dood van de hitte, jongens. Ik ga gewoon dood van de hitte. Nou, kijk eens even. De tuin bij donker. De tuin bij avond. Kijk, ik heb hier nog een looplicht heb ik hier nog liggen hangen. En die is mijn gewone straatverlichting. En dan heb ik hier nog onder heb ik nog een stekkerdoos. Daar zit mijn waterornament in. Dus dan kan mijn waterornament kan lekker draaien. En we horen de vijver van de buurman over jullie op de achtergrond. Maar de lucht is nog steeds lekker blauw, lekker mooi helder. En het is zo warm. Echt. Ja, je kan beter hier een vlog opnemen dan binnen. Maar ja, ik ga toch maar weer even naar binnen toe. Wat een hitte, wat een hitte. Hoe lang zo, mijn Efteling vlog is pas op 7%. Nou, dat kan nog wel even duren, jongens.
Ja, ik moet toch echt even alles even uploaden, want ik heb nog wat de Slagharen van 2018 nog. Nu heb ik de Allrides nog en dan kan ik eindelijk gaan beginnen aan de Efteling vlogs over te zetten. En dan kan ik eindelijk beginnen en dan kan ik dus voortaan de lange vlogs op het andere kanaal zetten. Ik heb trouwens ook een boekje gehad van de Efteling. Die krijg je als je abonnementhouder bent. Krijg je, volgens mij is dat één keer in de maand of zo, denk ik. Dan krijg je een boekje en dat heet Wonder, heet dat. Voor kleine en grote vrienden van de Efteling. En dan krijg je een boekje. Kijk, ik heb een boekje ook gehad. Hiero. En er staan wel wat leuke dingen op. Bijvoorbeeld zag je een heel stuk over de Vliegende Hollander. Even kijken waar ik die nou ergens neergegooid heb. Oh, hier. Kijk, allemaal foto's en weet ik veel wat. Baancontroles. Hoe alles een beetje in zijn werk gaat. Kijk. Hier wordt ook nog een en ander gecontroleerd. Dus dat is wel allemaal heel erg grappig. Hier symbolica. En dan nog allemaal andere informatie. Allemaal leuk. Oh, dit is ook wel leuk. Een virtuele rondleiding. Moet je kijken. De Droomvlucht. Dit is trouwens de virtuele. Voor mensen met een. Voor mensen met een handicap. Die kunnen, als ze in een rolstoel zitten, kunnen ze de attractie niet in. En dan hebben ze dus een droomvlucht in virtual reality gemaakt. Kijk, dit is trouwens ook wel een hele oude foto, zeg. Dus, van het spookslot. Dat is echt een hele oude foto van vroeger. Hey, kijk, langnekkie. De bouw van het spookslot duurde van 1976 tot 78. Ah, hier zie je hoe ze die alles gebouwd hebben. Nou, en er staan ook nog allemaal spelletjes. Ik voel allemaal wat er allemaal in staat. Nog een strip van de sprookjesboom. Dus dat is allemaal wel, is allemaal wel grappig allemaal. Dus vandaar. Nou, ik ga het even neerleggen. Ik laat de computer eventjes lekker zijn gang gaan. En dan ga ik, als dat klaar is, ga ik zo snel mogelijk de vlog online zetten. Het is 11:15 en daarna ga ik toch echt snel mijn bedje in. Want morgen moet ik dus nog één dag werken en dan is het eindelijk weer weekend. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En vink eventjes alle notificaties aan. Want dan word je altijd op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En doe dat duimpje de lucht in. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. De groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal snel weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.